Is er iets met Louise of met June? Zeg het maar, dan kan ik u tenminste helpen. Weet u dat je mij kunt helpen? Door eerlijk te zijn. Allee, dat bloedonderzoek. Schat, alles is in orde. Ik voel gewoon dat er iets niet klopt. Oh, schat. Waarom doe Leen zo raar als ik iets vraag over die bloedtest? Maar ze heeft u toch ook gezegd dat alles in orde is, net zoals ik u al gedaan heb? Nee, ze ontwijkt mijn vragen. Juist zoals dat jij heel de tijd doet. Maar ze moet dat doen. Die heeft beroepsgeheim. Och, jongen, beroepsgeheim. Ja, en dat geldt ook voor de familie. Jij brengt haar in een lastige situatie. Ah, ik breng Leen in een lastige situatie, of wat? Sorry, ik dacht dat ik in een lastige situatie zat. Je maakt het daar moeilijk met al uw onnodige vragen en uw achterdocht. Mijn gevoel heeft mij nog nooit bedrogen. Wat dat van sommige mensen niet kan gezegd worden, hè? Ga jij mij nu zeggen dat ik u bedrieg? Dingen verzwijgen en achterhouden, dat is net hetzelfde dan liegen en bedriegen. Of wist je dat soms nog niet? Ik verzwijg niks. Schoe, hè? Geef me dan voor eens en voor altijd antwoord op mijn vraag. Heb je mij iets te vertellen?